Wat een schoot, en die kan draaien, is de veer die aan vooraan gaat. De veer die vooraan gaat, hij zal normaal in af. Hij is de rassen, de veer die aan de komt te vallen in de halve finale. Gaat hij toch vooraan? En als iemand op de tweede plek, iemand uit Wiegel natuurlijk, die daar aan gaat stormen, die gaat dat dan zijn. We gaan eens even kijken wat hier gaat gebeuren. Want dan is namelijk iemand die wel scherp aan de stoom trekt. Nee, het is de 2-8. Dan zit de kastmakers, die zit op de tweede plek. Derde plek in de handen van de 2-0-3 van Schevers. En die gaat 3 naar de winst in de finale van Jesse de Veer voor FC Zeeland.